Ja. Jullie hebben ook zitten kijken natuurlijk. Ja, het is niet te geloven. Ja, dit is historisch gewoon. 6-1 in de arena. Vrienden, dit is zo verschrikkelijk pijnlijk. Ja, en nou weet ik, ik weet het gewoon. Het Ajax, dat wordt gewoon heel diep gehaat in Nederland. Dus er zijn heel veel mensen nu die allemaal dit doen. Die zitten dus allemaal zo. Ja, jullie in Eindhoven rustig aan en net met 3-0 van Cambuur verloren. Dus die zitten zo. Maar, en Feyenoorders, die zitten ook allemaal zo. Maar ook rustig aan, hè. 1-1 net tegen NEC. Ja, en ik ben ook, ja, dat weten jullie, ik ben Feyenoorder. Maar ik hou er gewoon van als gewoon een Nederlandse club het goed doet. In Europa en zeker in de Champions League. En als je dan zo verschrikkelijk wordt afgedroogd, zoals in dit geval. Ja, dat vind ik dat gewoon heel, heel erg. Ja, dat vind ik gewoon heel erg. Ja. Dan kan ik wel een Feyenoorder zijn. Ik wil niet dat Ajax zo verschrikkelijk afgaat. En Nederland eigenlijk niet. Want het gaat heel Europa over, die beelden en de hele wereld. En dan word je dan met 6-1 weggespeeld door Napels. O, je god. Oh. En nu, ja, nu moet ik zeggen, tegen al die Ajaxiden, ja. Want ik weet nog hoe vaak ik tegen jullie heb gezegd, wees nou gewoon dolblij met Erik ten Hag. Ja, want jullie zagen hem niet zitten met zijn rare Turkens accentje. Of weet ik, ja, dat zagen jullie allemaal niet. Dat vonden jullie niks, ten Hag. Nee. En kijk nu. Nu zou je werkelijk, nou, je zou er alles voor geven. Als Den Haag weer terug zou komen. Als Den Haag het nu weer zou overnemen. Want ja, ik zit jullie te lezen op Twitter. En ja, nou willen jullie allemaal nu weg met die Schreuder. En oh god, ik kan er geen moer van. Nee, en nou droom je weer van de tijden van toen van Den Haag. Ja, nou vrienden, blijf daar voorlopig in Amsterdam. Maar even lekker van dromen.